Goedemorgen, 12 september, 7:15. De spoorbrug over de Waal bij Nijmegen. Hier pak ik de 16e etappe verder op en we gaan hier onder de brug door. Loop lekker mee. De zon is op, maar we hebben nog hele lange schaduwen. Ik sta hier bij een brug over de Spiegelwaal, die alleen voor fietsers en voetgangers bedoeld is. En hier loopt de LAW, een grote rivierenpad. Die ga ik vast ook nog een keer lopen, maar niet vandaag. Wij blijven nog even op het Romeinse Limespad. Deze Waalbrug is de meest westelijke van de drie bij Nijmegen. En dat is een brug van noord naar zuid. Maar ja, ik ben niet in noord en ik ben niet in zuid. Hoe kom ik dan boven op die brug? Nou, daar is iets op gevonden. Deze mooie trap. De brug waren geen markeringen en eraf ook niet, maar hier weer wel, gelukkig. Hier op het Maasplein in Nijmegen. En dat is een stuk van de plek waar de tempel gestaan heeft. En een van die tempels is aan deze kant en de andere tempel is aan de andere kant van hetzelfde huizenblok. Eén waar de vrouwen in de tijd van de Romeinen de godin vereerden. En één aan de andere kant waar de mannen hun god vereerden. Fortuna en Mercurius volgens mij. En op datzelfde Maasplein zien we hier allemaal vakken op de grond. Waar vroeger een huis gestaan heeft van een van de belangrijke mensen van Nijmegen. Misschien iemand van het stadsbestuur. Misschien wel een van de Bataven in de tijd. Die hier zijn villa had. Stevenskerk. Dit is wel even een schitterend stukje Nijmegen. Het Nijmegen als de oudste stad van het Nederlands Romeins Rijk en ook en waarschijnlijk een van de oudste steden van Nederland, als het niet de oudste is. We komen hier ook in een mooi stuk, heel mooi stuk. Zo, wat er worden verwend vandaag in Nijmegen. Kijk dan. Dan zijn we nog niet klaar. Want dan hebben we nog eventjes deze poort. En voor de literaire mensen onder ons, Marieke van Nimwegen mag natuurlijk niet ontbreken. Wat een mooi hoekje dit. Schitterend. Allemaal oude panden. Niks, geen vernieuwing. Oh, dan moet ik hier stoppen. Zelfs een gewoon stadspaaltje kan wel mooi zijn. En hier zijn we duidelijk aan het zakken naar de Waal. De stad is gebouwd op een heuvel, of in ieder geval het centrum is gebouwd op een heuvel. Zo te zien of op een berg. Dus kan je goed voorstellen dat de Romeinen dat vroeger ook een handig idee vonden. En daar gebruik van gemaakt hebben. De Waal weer gevonden. Alleen nu vanaf de andere zijde. En hier kunnen we heel mooi zien dat de Waal bochten maakt zoals de W op de kaart heel zichtbaar is. Als je van boven bij Nijmegen de Waal ziet. Iedereen weet de W is van de Waal. En dat is dus hier vanwege deze bochten. Dit is het begin van de W. En het eind van de W ligt een stuk verder. De Sint-Nicolaasburcht is het laatste stukje wat over is van de burcht. Of in ieder geval een van de laatste twee stukken. En zeker ook het oudste stuk van de burcht. Die in 1150 zo'n beetje gebouwd is hier in Nijmegen. Dus ruim na de Romeinen. Dit stuk is overgebleven toen de burcht in 1800 gesloopt werd. Samen met de Sint-Nicolaaskapel waar we net keken. En hiertussen heeft dus de burcht gestaan waar de hertogen van Gelre de dienst uitmaakten in al die jaren. En wij verlaten deze heuvel.
de Valkhofheuvel. Dit was vroeger dus een verdedigingstoren uit de 15e eeuw. Wat moest je dan verdedigen? Uiteraard de stad tegen de invallers die aan de andere kant van de Waal kwamen. En hier bij het Keizer Trajanusplein zijn we bij het einde van de 16e etappe van het Romeinse Limespad. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het meelopen. Tot de volgende keer.